Goedemiddag. De derde verdachte in de zaak rond de zogenoemde Facebook-moord op de Arnhemse Vinci staat vandaag voor de rechter. Het gaat om de 18-jarige jongen die ervan verdacht wordt dat hij samen met zijn toenmalige vriendin Polly de opdracht voor de moord heeft gegeven. Bij de rechtbank in Arnhem, daar staat Ellen Kamphorst. Ja, Ellen, wat is er tot nu toe besproken? De afgelopen 2 uur is de rechtbank eigenlijk alleen maar bezig geweest met het ondervragen van de verdachte. En ze lijken daarmee ook nog niet klaar te zijn. Want wat ze zo graag willen weten is wie nou dit plan heeft gemaakt. Was dat Wesley of toch Polly die afgelopen vrijdag terecht stond? Nou, Wesley zelf is daarin heel duidelijk. Polly heeft het allemaal bedacht en hij zat onder de plak en had geen keus. En hoe zit de verdachte erbij vandaag? Nou, het is een jonge jongen. Hij is nu net 18. Hij is timide, hij praat heel zacht, maar hij praat wel heel veel. Maar hij spreekt zichzelf wel een beetje tegen. En ook alle verklaringen die anderen tegen hem hebben afgelegd. Hij zegt bijvoorbeeld zelf dat hij heel lief is en zachtaardig en dat hij niet van ruzie houdt. En dat hij graag wilde dat het goed met Polly ging. En anderen zeggen juist dat ze bang voor hem waren. Dat hij misschien wel bij de maffia zou zitten. Of dat hij in ieder geval stoere neven bij de maffia had. Nou ja, hij blijft erbij dat die moordplannen die hij en Polly beraamd hebben, dat hij dacht dat die niet uitgevoerd zouden worden. Nou ja, het is nog even afwachten. Vanmiddag komt de officier van justitie met een eis. En daarna zal de rechtbank uitspraak doen. Ja, dan weten we misschien vanavond om 6 uur meer. Ellen, dankjewel.